Hij zit daar in alle eenvoud met niets. Hè. Die mens heeft niets. Hè. Dus die mens heeft juist zijn kledij en zijn lichaam te zal. Dus hij heeft alles opgegeven. Hè. Dus hij heeft geen held, ook geen identiteit, ook geen naam. Allee, hij heeft wel, zijn naam is veranderd. Hè. Hij heeft ook al zijn familie opgegeven, hij heeft niets meer. En hij wil daar in alle eenvoud zitten, met niets en als niets, om te tonen dat mensen eigenlijk niet bang moeten zijn, want hij heeft niets en hij heeft alles, want alles komt naar hem toe. Hè. Dus door los te laten, komt alles naar hem. Niets is meer van belang in mijn leven. Het gaat niet meer om mij. Dus het gaat niet meer om mij, dat wil zeggen, er is geen eigen belang meer, geen denken, geen verlangen, geen emoties, geen mening, geen... Alles is juist, anders was het dan niet. Dus in mij is leegte en stilte. Het is wat het is. En dat wordt omhelst. Dus is er in mijn ogen dicht doen, verdwijnen, en dan is er niets. Het grote mooie niets, het zalige niets. Dus mijn aanwezigheid hier is ook helemaal vormeloos. Ik heb niets. Ik heb ook niets in handen. Niets. Dus zelfs voor slaapplekjes komen mensen me halen. En zo niet, dan zit ik hier. En ik weet dus ook nooit wanneer ik wat te eten krijg of hoeveel of wat het is, want dat is ook niet meer in mijn handen. Wat mij gebracht wordt, daar ben ik dan dankbaar voor en dat is er dan. Ja. Er is niets meer wanneer je het van binnen, wanneer het van binnen leeg is. Want alles wat er is, dient er te zijn om een reden, om ons te raken. Ook ziek zijn bijvoorbeeld. Ziek zijn is er niet zomaar. Ziek zijn is eigenlijk een gast die op bezoek komt bij je, om jou ook een boodschap te brengen, om jou iets te vertellen. En is er dus leegte in jezelf en opgeruimdheid, dan is er niets meer. Hoeft dat er niet meer te zijn. En mijn aandacht is dan daar wanneer er mensen bij mij komen die mijn aandacht vragen. Want dat is wat hier gebeurt dan wel, maar dat is een gevolg. Ik zit niet om die reden hier, maar door mijn aanwezigheid komen er heel veel mensen die die stilte, die troost, die warmte, die liefde die hier is nodig hebben of kunnen gebruiken. En die mensen komen met mij stil zijn of met mij mediteren of bidden of hoe je dat noemen wilt. Of naar mij luisteren voor inspirerende woordjes. Om anders naar het leven te zien dan dat ze eigenlijk gebruikelijk zijn om te doen. In het begin kwam ik met vragen, nee, levensvragen. En ook vragen om een beetje te helpen om wat pijn te verzachten van het verleden. Maar nu niet meer, nu kom ik niet meer met levensvragen. Hij zegt altijd van, kijk naar binnen, voel. Hè. Dus hij brengt mensen naar een ander gevoel. Dus wij voelen, maar hij gaat naar een enorme ruimte. Waar dat hij dus kan energie halen om de mensen bij hun gevoel te brengen. Hè. Omdat hij heel veel rust heeft en alle rust in zijn hoofd heeft, gewoon geniet van wat hij heeft en nergens doelen oplegt of nergens druk op heeft, maar gewoon zit en denkt en leeft. Als je hem de eerste keer ziet, precies of dat je al hem al jaren kent en of dat hij zo... Hij omhelst je echt alsof je echt al jaren naar hem komt en dat je hem jaren kent. Heel zacht en heel warm. En, ja. Zou hier niemand komen, is er evenzeer gelukzaligheid in mij en blij zijn en... Zou ik hier nog zijn? Ik vraag niets. Er is in mij geen vragen meer en geen verlangen. Ook omdat het niet meer nodig is. Dus er is in mij geen hongergevoel of geen dorstgevoel of geen verlangen naar iets. In mijn stilte? Nee. Zou het na 5 dagen verstrijken zonder iets, dan is er niets in mij wat daar moeilijk over doet. Want dan is het wat het is en dan is die dankbaarheid die daarvoor aanwezig is dusdanig groot dat die
dat je me even blij zult aantreffen. Maar goed, dat gebeurt niet 5 dagen, maar 2 of 3 dagen gebeurt wel eens. En dus in mijn stilte is dat dan aanvaard en omhelst. En wat ik krijg, dat krijg ik dan en dat is dan ook van mij. Wat het ook is, hoeveel het ook is of hoe weinig. Dat is, wanneer je iets uit handen geeft, dan is het ook aan leven om, die weet wat juist is voor mij. Heb ik zelf de keuze, dan kan ik verleid zijn of in verwarring zijn. Maar wanneer ik het uit handen geef, leven weet precies wat ik nodig heb. Niemand hoeft het ook te gaan halen van hieruit. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar zal ik iets voor u gaan halen? Zeg, nee, dat hoeft niet. Als iemand het bij zich heeft, wat het dan ook is, dan is dat juist. Ik kom elke dag bij jou. Ja. Dus elke dag, ik heb hem dat beloofd, dus elke dag kom ik kijken of hij hier s'avonds zit. Zit hij hier, dan neem ik hem mee. En zit hij hier niet, dan ga ik gewoon naar mijn huis. En dan breng ik hem s'morgens terug. Bij mij heeft hij een apart kamertje waar hij zich kan terugtrekken in zijn stilte. Omdat hij voornamelijk stil wil zijn. Dus hij wil in die rust en in die stilte gaan, in die diepe stilte. En bij mij thuis kan hij dat, even een kamertje apart. En hij heeft ook een bed om te slapen. Dus ik haal hem uit het park. S'nachts en ik breng hem 's morgens om terug naar dat parkje, naar hier, naar zijn bankje. Ik kan op mij rekenen dat ik elke avond kom zien en dat ik toch binnen elke dag kom bij je. In mijn visie is het ook zo dat iedereen mag zien wat hij wil. Dus ik zit hier niet meer om gezien te zijn. En als iemand aan mij vraagt wie bent u, dan is het antwoord zeg het maar, want alleen jij weet wat je ziet en voelt. Dus het maakt mij ook niet meer uit of iemand nu mij wel begroet of langs me heen loopt of mij wel of niet ziet. Of bij me komt of niet bij me komt. Daar gaat het niet om. Want iedereen heeft gelijk. Iedereen ziet wat hij ziet. Je kunt jezelf niet laten zien in leven. Jij kunt nog zo je best doen. Maar toch zal de een jou aardig vinden en de ander niet. En de een zal naar jou zien en de ander zal langs jou heen lopen. En als je dat nou maar gewoon laat, is er niets aan de hand. En dat is hier ook zo. Meestal zeg ik van, je gaat met evenveel nieuwsgierigheid weg als dat je gekomen bent. Want er valt niets te zeggen. Met nieuwsgierige vragen weet iemand nog niet zo van mij. Mijn leven is niet meer in mijn handen. Komt er vandaag iemand naar mij toe? Stel dat jij zegt, ik neem je mee, dan wandel ik hier weg met jou. Alles is uit handen gegeven, dus mijn invloed is daar niet. Mijn leven ligt in de wind. En zo was ik, voordat ik hier was, was ik in Mechelen. En in Mechelen wandelde ik ook rond en zat ik op verschillende plaatsen. En belandde ik ook bij mensen thuis. Was nog weer een andere variant van hoe ik nu leef. Toen was er iemand die zei tegen mij, meneer, ik ga morgen naar Zuid-Frankrijk om mijn zoon naar de druivenpluk te brengen. En dan rijd ik door naar Umbrië in Italië, provincie Umbrië. En heeft u zin om 3 weken met mij mee te gaan in de mobile home? Om over mijn leven te praten. En dat hebben we gedaan. En op de terugweg, toen zei hij op een gegeven moment in de wagen van, goh, waar wilt u dat ik u nu afzet? Rijdt u mee terug naar Mechelen of waar gaan we eruit? En toen zei ik, nou ja, als u dat nu zo zegt, dan gaan we nu, moet u nu eigenlijk de wagen stoppen. En dan stap ik uit, anders zou het niet in uw hoofd opkomen. Dus dat heeft hij gedaan en dat was hier vlakbij. Maar dat vond hij wat te abrupt, dus hij zei, nou dat is wel heel plotseling. Daar had ik niet op voorzien, dus laten we dan nog even een wandelingetje gaan maken. En toen zijn we samen gaan wandelen om het gesprek af te ronden, om de ontmoeting af te ronden. En toen hebben we hier op het bankje in de zon gezeten. We hebben het gesprek afgerond en de ontmoeting afgerond. En toen is hij gewoon verder weggegaan. En ik ben gewoon blijven zitten waar ik zat. En daar zit ik nog steeds. Wat mijn respect voor hem eindeloos is. Eindeloos. En dat ik eigenlijk alle mensen
toewens die hij kan geven eigenlijk. Iedereen. Dat is ook een deel van mijn levensbeschouwing. Hè? Dan zou ik daar midden op het grasveld gaan staan en een hele andere positie innemen. Maar ik ben geen verkondiger. Dan zou ik mensen naar me toe halen. Dan zou ik mensen uitnodigen om bij me te komen zitten. Het is juist andersom. De drempel is, terwijl ik heel toegankelijk ben, denk ik, maar de drempel is toch hoog door mijn gesloten ogen, door alles. En daardoor, dat is mooi, want daardoor komen de mensen die ook dienend te zijn. Het heeft ook geen zin om de hele dag maar te zwaaien en nieuwsgierige vragen te beantwoorden met dingen die er dan niet toe doen. Dus blijf ik liever in mijn stilte. Voor mij is het allemaal niet meer nodig. Ook het sociale gesprek, niet ook niet op visite gaan bij mensen. Voor mij is het allemaal niet meer nodig. Gewoon ergens stil. Ook als ik opgehaald word in dat huis, ik ga meteen mijn slaapplekje zoeken en ik ga gewoon liggen en dan word ik wakker in de nacht en dan ga ik daar weer verder mediteren of verder stil zijn. Er is voor mij niets anders. Ik ga geen tv kijken of zo, of ik lees geen boeken of er is voor mij niets buiten zo. Niets meer buiten. Het is allemaal opgeruimd, het is leeg. Als je eens een keer op Jupiter zou gaan zitten en je zou vanaf Jupiter naar de aarde zien, dan zou je je ook nergens meer zorgen over maken. Want wat hier gebeurt is niet veel anders dan wat er in een mierenhoop gebeurt. Het is alleen de mens zelf die denkt dat het ergens over gaat. Maar het is allemaal niet zo van belang als dat het lijkt te zijn. Het is allemaal juist, het is allemaal in orde, het is allemaal mooi. Hoe raar dat ook klinkt voor mensen die daar niets mee te maken hebben en hoe ook abstract dat ook lijkt. Hij is, voor mij is dat een gezegende mens.